run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Yo, het is vandaag woensdag. De gangster muziek van Tom staat erop. Ja, het is eigenlijk pakjesdag, altijd woensdag, daar kom ik zo op terug. Maar jullie vroegen ook in de vlog, laat eens zien waar je werkt. Nou, daar is Tom aan het werken. Dat is gewoon wat ik doe. Porn-up aan, sowieso. Nou, ik heb wel dit, maar... Wat is dat? Ik hoop dat je het niet kan zien. Nee. Oh. Oké, okay, nou, hier is Tom druk bezig aan het werk. Hier, Lenny komt naar binnen. Zeg zo hoi. Hoi! Nou, daar zit Lenny eigenlijk aan de kook. En hier moet ik eigenlijk werken. En dat ga ik ook zo doen. Computertje, die moet nog mee naar huis. Om te streamen. Ja, pakjesdag. We hebben één pakje binnengekregen. Oh, ik ga straks waarschijnlijk gamen. Trackmania Turbo, daar ben ik thuis mee bezig. Maar die kan ik hier misschien ook lekker gaan spelen. En pakjesdag. Yay! Moet ik heel voorzichtig zijn, want... Ah, hij is lek. Volgens mij is dit van niet Nick, meneer. Ja. Het is een zakje zand. En ik heb geen idee wat we daarmee moeten doen. Misschien weet Ton de herbalist wel een plekje. Maar ik zie het wel. We zien het wel eigenlijk. Kunnen we niet een beetje van alles bij onze planten gooien? Dat het toch een beetje van niet Nick meneer gewoon leeft en geen HQ. Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Het kan ook het as van zijn overleden opa zijn of zo. Nee, hij had het gejat in de tuin, zei hij. Ja. We zien het wel, ja, maar Trackmania Turbo ga ik zo denk ik even spelen straks. Eerst wat nieuws tikken met deze headset. Daar gaan we een Games with Gear van opnemen. Dus dat maken we straks wel een vlog hoe we beneden de video aan het opnemen zijn. Zo zien jullie ons ook werken en zo. En dit is ook alvast de voorbereiding op morgen, want het is vandaag dus woensdag. Dit is mijn laatste dag met mijn lange haar. Morgen gaat het eraf. LP Mad Medic heeft €30 gedoneerd. Hij zei eerst van ja, hou je snor eraf. Ik zeg nee, dat ga ik echt niet doen, flikker op. Haar, ja, het gaat er morgen af. Ik heb een afspraak gemaakt bij de kapper, dus geniet er nog maar even van. Want het volgende shot sta ik waarschijnlijk in Utrecht. En dan, oh nee, ik lul nog steeds. Dan sta ik waarschijnlijk in Utrecht en dan ga ik de kapper in. Laat ik jullie het wel zien. Het is eigenlijk helemaal niet te doen dat ik geen vlog hier op Curaçao. Maar kijk jongens, dit is ons resort waar we zitten. Vet hè, oh mooi. Toen kwam mijn tentje, de Chill & Grill, die zeiden, of er hingen allemaal bordjes van bedrijven. Dus ik zeg, wat moet ik doen om daar te hangen? Zegt ze niks, gewoon een bordje laten maken. Dus dat, om Gamersnet nou te vereeuwigen op Curaçao, gaan we dat nu doen. Ik heb hier gevakken met bordje, in deze tas. En we zijn nu onderweg naar de Chill & Grill. Hier ergens te hangen. We zijn net op de foto geweest. Was allemaal heel leuk. Plichtplegingen. Dat heb je daar allemaal. Zie je die bordjes? Daar komt hij ergens te hangen. Maar het komt morgen of overmorgen de handyman. En nou, dan gaan we weer terug om te kijken hoe die hangt. Dan hebben we gewoon voor eeuwig Gamersnet op Curaçao. Hoe vet is dat? Goedemiddag. Het is vandaag donderdag. En we weten niet zo goed wat we moeten vloggen soms. Tom en ik. En, maar jullie vragen van, nou, laat je setup of je kamer maar eens even zien. Ja, die van mij kennen jullie eigenlijk al, maar ik ga even een rondje maken. Dat is mijn kast. Dat is de gang. Dat is mijn deur. Mijn gootsteen. Mooi hè? Mijn spiegel. Ah, rondje. Ja, en dit is natuurlijk mijn gaming setup. Mijn tv met mijn plaatsspeler. Dat is niet voor het gamen, maar is wel gewoon chill. En dit is mijn troon, mijn zetel. Die hebben jullie vaak genoeg gezien in streams. Ik heb net gesport trouwens. Lijpe skinny sportbroek. Jawel, lekker gesport. Met bed. Jee, twee persoons bed. En deze herkennen jullie ook nog wel. Typemachine uit de hipster hitman video. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik wil eigenlijk meer ruimte. Ik wil een ander kamertje. Ik wil meer plek. Ik wil mijn kamer anders gaan inrichten. Ik wil super vette retro shit en weet ik veel wat allemaal. Vieren.
Waar is die? Ah, Kinky Kappers, ik sta daar. Laatste beelden met mij, met lang haar. Oef, spannend. Yo, nou ja, de kapster heeft haar werk gedaan. Het is eraf. De donatie heeft geholpen van 30 euro. Kijk maar. Oh, het is eraf. Het is echt even wennen. Ik probeer dit elke keer te doen, maar het werkt. Maar ik heb er een kleine twist aan laten geven. Ik ga even de camera draaien. Ik hoop dat iedereen het kan zien. Oh, dit is ongemakkelijk, denk ik. Maar... ik ga het op kantoor beter laten zien. En als je op Dutch Comic Con bent, dan zie je mijn haar sowieso. Zie je mijn kop. Het is eigenlijk wel beter licht. Kijk, het is aan de achterkant weggeschoren. Als je weet waarvan het is, laat het even weten. Dit komt gewoon in de vlog, dus geef even een reactie. En hoe vind je het? Is het fris? En ik heb mijn bril trouwens niet op, dus misschien ben ik wel echt een heel ander persoon nu, maar... we gaan opbouwen voor de Dutch Comic Con. Nou jongens, kijk, we zijn vereeuwigd voor altijd hier op Curaçao. Mocht hier ooit zijn, denk jij Chill and Grill, chills, naast Mambo Beach. Dus maak even een foto, tweet dat, Instagram dat, Facebook dat. En we hangen hier gewoon voor altijd. Hoe vet is dat? Ja jongens, goed nieuws, want hij is er weer. Wat ben je aan het doen? Ik ben bossen doorsnijden, dat ik weer in Nederland ben. Oh. Hoe was het? Vertel. Ja, leuk man. Echt ontspannen en zo. Kijk hoe bruin ik ook ben. Hij is echt heel bruin. Ja, bizar. Super vet. En meteen weer aan het werk. Want morgen Dutch Comic Con. Ja, maar dat ga je nu zien, want dit is maandag natuurlijk. Ja, inderdaad. Jezus, ik ben echt bruin. Hij is echt heel bruin. Jezus, gelijk Gerard Joling wel. Kijk hoe blank ik ben. No more Bolero. Ja, dat is niet meer blank hoor. Het is gewoon melk. Ja, mooi. Ebony en ivory. Ja, als Peter gaat zingen, dan ga ik hem uit. Nou jongens, terug in het land. En het eerste wat we aan het doen zijn is... poldomme, de tuk-tuk opbouwen. Tuk-tuk opbouwen, maar ze hebben geen tapijt. Vorig jaar is tapijt op Comic-Con, maar dit jaar niet. Nee. Dus moeten we nog een keer rijden. Baal ik wel van. Maar goed, het is niet anders. We staan naast Xbox. Dus dat is wel. Veel opbouw al. Veel opbouw. Yo! We zijn er op de Dutch Comic Con. Ja. Yeah. Het gaat beginnen, een kwartiertje denk ik, zoiets. Ja, er beginnen al mensen langzaamaan binnen te stromen. Het is 9:45. En het is uitverkocht vandaag. Ja, het is vandaag uitverkocht. Dus het gaat druk worden. Jij belde al van, chaos dit en dat. Ja. En toen liep ik nog van het station naar de jaarbus. Toen dacht ik, ja, dat valt wel mee. Nee. Toen kwam ik hier binnen. Ik dacht, jezus, totale anarchie. Voor degene die de jaarbus een beetje kennen, je hebt die grote hal, die staat gewoon helemaal vol. Ja, absoluut. En dit komt dus dadelijk ook allemaal helemaal vol te staan. Dat mogen we wel hopen, ja. Ja, inderdaad. Tuk Tuk ook, dat is echt een en al chaos. Wat een hij baby. Hij staat al aan. Het dus is gewoon zeggen, stroom in en dat doet het. Ja. Dus zeggen, we zijn klaar. Jongens, kom maar. Game straks. We staan hier op de Dutch Comic Con en we hebben een verrassing voor jullie. Want de vlog komt op maandag uit. En dat betekent dus, als ik goed reken, dat het morgen dinsdag is. Ja, dat klopt helemaal. Dus dan is het morgen dinsdag. En we hebben een verrassing voor jullie, want we staan hier voor iets waar jullie morgen op Gamersnet komt. En niet op de site, maar echt gewoon op GNHQ. Voor we staan namelijk bij een Xbox Quantum Break bus. En die komt dus morgen op GNHQ. En ik weet niet of je hier nou nog kan opgeven. Misschien wel, maar als het kan, gewoon doen. Want dan kun je Quantum Break voor de release spelen bij ons op kantoor. Dan kun je gezellig een beetje chillen, een beetje bier drinken als je ouder dan 18 bent. Broodjes kaas eten en Quantum Break spelen, dat is natuurlijk het allerbeste. Dus wie weet zien we jou morgen wel. Okay, en ik zou zeggen, gewoon gezellig komen. We zijn lekker hier op Comic Con, maar we hebben niet zoveel tijd. Nee, want we hebben en de tuk-tuk en meerdere video-items. Ja, inderdaad, dus het is afzien. Ja, want we zijn hier morgen ook zondag, maar dan zijn we hier met z'n drietjes, wij drie. Maar dan moet je continu de gang, de dieven moet je bij de tuk-tuk weghalen. De drukte bij de tuk-tuk. Ja, man. Druk. Vies bruin ben ik. Ja, ja, echt hè? Ik heb een wittere tanden hoor. Zonder ook. Ik ben een Gerard Joling, man. Oh, wat heerlijk, wat erg. Kijk hoe die eruit ziet. Dat kan echt niet maken. Al die mensen denken dat het over zichzelf gaat. Ja, maar het ging alleen maar over haar. Oh, hem. Nee. Hij keek ook om. Wat erg. Je ligt vanaf echt in de politie houden te janken. Hoe vreselijk. Oh, nou, dan kan ik me beter gelijk met de trein springen. Ze wijten me dan. Ja. Hey, en denk eraan, in de lengte is voor power en in de breedte is voor aandacht. Is aandacht.
Je leert het als eerst bij gamers net. Hij zegt helemaal enthousiast. Ja, joh, hij zegt fuck. Ja, het was leuk. Het was echt... Alleen de TikTok. Ja, alleen de TikTok was leuk, want het is nu 5 uur. Het is zo'n uur, ik denk dan van huis. Ik ging wel naar huis. Ben je klaar? Ja. Vond je het goed, ga zelf? Wat? Vond je het zelf wel goed? Nee. Nee, vond je het ook kut? Ja, ik geef het nog een keer op. Oké, ga nog maar een keer proberen. Wij wachten hier wel. Maar ik moest even een knipje erin hebben. Ik haat jullie zo, echt. Niet jullie, maar jullie haat ik zo. Laat ik eerlijk zijn, ik heb in mijn leven heel veel slechte dingen getolereerd. Maar de muziek die de Nintendo stand heeft op dit moment van een Japanse dance game is echt... Dat is waarom mensen naar een oud-ijzerwinkel lopen, een pistool kopen en een hele score. We hebben er allemaal inderdaad. Lenny is gewoon een beetje zeiken. Echt, het komt allemaal goed. Het is dat we anders morgen maar met z'n tweeën stonden, maar anders had ik mijn hoofd echt hierop kapot geslagen. Het is echt... Mag ik het doen? Verschrikkelijk! Nou alsjeblieft niet. Ik moet morgen nog bij de Tuk Tuk staan. Echt zo leuk ze ontdekt hier op de beurs. Dat is een soort dansmuziek van Nintendo Land. Worden ze, daar zijn ze dat nu aan het spelen. Dit is achter ons. Echt heel leuk. Janken met de hoofdletter J. Nee man, ze zijn hartstikke grappig. Yo Pieps. Yo. Ja, we hadden vandaag tijd om dingen te kopen. Ja, inderdaad. Eindelijk. En laat eens jouw vest zien wat je hebt gekocht. Ik vind het een heel mooi vest. Je moet net zo over je ogen vallen, toch? Ja. En ga je ermee over straat? Deze tijden misschien niet. Nee. Maar je kan de hoodie wel naar achteren doen. Ja. En ik heb dit vest gekocht, dit zo. Nee. GCPD. Wil je even de achterkant filmen? Maar natuurlijk. Weet je nog wie dat altijd deed? Matthijs Kersman. Maar goed, maakt het niet uit. Ja, het is al lang geleden, lang geleden. Ik zoek het even op in de voetbalanalen. Wil jij het even vasthouden? Ik wil even vasthouden. Ik heb nog meer gekocht namelijk. Ja. Nou, sowieso heeft Lenny ook dit vest gekocht. Ik zag de winkels eerst. Ja, maar ik zag het vest als eerst. Dan weet je heel erg onderzoek. Maar welk vest heb ik nog meer gekocht? Deze. Dit is van The Legend of Zelda. Kijk, de achterkant is van Zelda. Ik zag het heel goed. Deze heb ik ook gekocht. Heel vet. Maken we voor jullie open. Ja, doe ik voor jullie. Doe ik voor jullie met liefde. Haatje. Is The Truth is Still Out There van Xbox? Ja, ik heb het Engels. The Truth is Still Out There. Still Out There? Goed, Harry. Het is de Mos Eisley Café Tatooine. Het is een hard rock café grapje, hè, is dat? Ja. Moet je maar Star Wars kijken. Wat kocht hij,